I got at 13. Er zijn meerdere vragen die in mijn hoofd rondspoken op dit moment. En ze klinken eigenlijk vrijwel hetzelfde. Hoe, hoe, hoe en hoe? Hoe haal je het in je hoofd? Hoe heb je überhaupt in godsnaam een partner gevonden op die leeftijd? Hoe ga je nu verder? En hoe hoog is je IQ? De vier befaamde hoe's. We're going to look at a video called Getting Pregnant at 13 doesn't mean I'm a bad mom. Maddie from Fort Worth, Texas has faced, faced judgment ever since she got pregnant at 13. From people questioning her parenting ability due to her age, Maddie set up a successful YouTube channel to talk about her experience, highlighting the good, the bad and the ugly and has been an inspiration to other young women. Oké, okay, daar gaan we uiteindelijk later wel naar kijken. Want een YouTube kanaal runnen naast het feit dat je jong bent en moeder bent, is uh, al bijzonder uh, genoeg op zichzelf. Should I get an abortion? Should I put her up for adoption? And then, literally, the second I like looked at the ultrasound screen I knew like, I can't give up this baby. People would say, You're ruining your life. Somebody even messaged me saying, I hope you guys die. And... Oké, okay, dat is ook weer onnodig. Jongens, kom op. Ik spreek jullie even aan, maar geen van jullie heeft het hoogstwaarschijnlijk gedaan. Het was waarschijnlijk een, een van de klojo oh, aan de andere kant van de wereld. Maar jongens, come on. I took that and I shifted it. I said this is making my life. Nou moet ik ook zeggen, ik weet niet hoe dat komt. Dat is altijd al geweest met die dames in de Verenigde Staten, maar dit ziet er toch niet uit als dertien. Hoe kan dit? Wat voor genetica hebben ze daar dat je er gewoon tien jaar ouder uitziet? Zij kan best wel wegkomen voor, wat is het, 17, 18, 19. Zal ik je wat vergelijkingsmateriaal geven? Dit was ik toen ik 13 was. Kan je het voorstellen dat hij een vader zou zijn? Het, het was ook gewoon puur toevallig dat ik een foto uh, gewoon uh, beschikbaar had uh, voor mijn 13 jaar. Ja, nou, goed. was niet there for 10 the months, right? So Maddie had the most hate for me after she was born like i never really got that explanation to what was going on wacht is dit de kamer van een 13 jarige ha, de tevens man wat gebeurt hier drie flesjes water een xbox controller tweepersoonsbed op je 13 -ja Hé, hey man ik heb echt shit gemist vroeger ah wat nou gemist wat de ruimte er gewoon niet voor he. er was geen ruimte voor een tweepersoonsbed in mijn kamer hoe dan This is Everly. She is three years old. Oh, zij is nu inmiddels 16. Au. Oh. Au. Oh, dat verklaart. Maar waarom ziet ze er nou alsnog uit alsof ze 21 is? Dat kind is nu drie jaar drie bovenop haar 13 is natuurlijk 16. Kom op, je jongens, even opletten. Whenever you see the media surrounding teen moms, you see like the shows on MTV, like the Teen Mom show, and it's just really negative. Uh, het punt dat het negatief is, omdat het heel ongebruikelijk is omdat je bent zelf ook nog heel erg in een ontwikkelde fase van je leven. Je brein is letterlijk nog aan het ontwikkelen. Dat gaat zeker ook nog wel even een paar jaar duren voordat die volledig ontwikkeld is. Je hebt nog niet echt een eigen identiteit. Uh, dus dan is het heel ongebruikelijk om dan een, een kind te hebben natuurlijk, aangezien 99 zich daar niet mee bezighoudt. When I was about seven months pregnant. In gymclass, they would like put balls in their t-shirts en be like, Hi, I'm Maddie Lambert. I'm a teen mom. Nou moet ik ook zeggen, kinderen zijn fucking ruthless. Weet je waarom ze dat zijn? Omdat hun brein nog niet ontwikkeld is. Velen van jullie die dit nu zullen uh, kijken, zijn waarschijnlijk ook nog uh, ja, ontwikkelend met hun brein. Dat is that's, that's fucking science. Hetgene wat zeg maar gaat over de gevolgen. Dus, uh, dat heet geloof ik de prefrontale cortex. Dat gaat erover, maar dat ontwikkelt gedurende die jaren. Ja, dat je afgekafferd wordt op die leeftijd zonder dat het gebeurt, maar het is ook een beetje niet te voorkomen. De hate made me want to do better. It made me want to show them that I'm beste be the best mom ever, even though I'm young. Ik ben the best mom they've ever seen. Ja, perfect. Hartstikke mooi dat je inderdaad de, 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 het kritiek kan omtoveren tot iets positiefs. Dat is hartstikke... bewonderingswaardig. Everly didn't only change my life, but she saved my life. I... What the phone? Hoe groot is die toko? Ja. Kijk, het begint in wat is het haarkamer. Net dat make-up stukje. Dan loop je naar de kamer me... daarnaast, wat dus ook een eigen bed heeft. Life, she... En dat zijn speelkoelkastjes, ovens, dingetjes. En dan loop je naar wat een deur. Maar hier rechts zit een trap. Hoe groot is dit huis, man? Struggled with I had a suicide attempt when I was 13. I was having trouble my place on this earth and why I was here. when i found out that i was pregnant with her it gave me a reason to fight but if you're depressed please don't go get pregnant like go outside get some fresh air <laughs> <laughs> yeah yeah okay 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 Even voor luchthappen, dat is af en toe ook fijn. Today I'm going to be talking about um, how I found out I was pregnant. My first video I ever posted ended up going viral. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Mede dankzij het feit dat het natuurlijk heel ongebruikelijk is om een kind op die leeftijd te hebben. Die, die beginvragen, hè? als in uh, hoe haal je het in je hoofd? Hoe vind je een partner? Hoe nu verder? Hoe uh, IQ? Blablabla. Bla, bla, bla. Dat waren natuurlijk comedische vragen. Maar er is op zich eentje beantwoord. Zij zat natuurlijk in een, uh, een slechte fase van de leven. En dat is de: hoe haal je het in je hoofd? Maar de tweede vraag, als in: hoe vind je een partner? Toen ik dit jog was. Toen zat ik aan videospelletjes. Ik zit nog steeds aan videospelletjes te denken, dat het niet van. Maar ja, toen kwam het niet zo gauw in mijn hoofd uh, voorbij van. Uh, goh, laat ik even een vrouw uh, bevruchten en uh, plk, zoekt u het uit. When Maddie first found out that she was pregnant, I was like. <laughs> ja, dat is een joch. Dat is gewoon een joch. Wat mooi, wat goed. Like 15, turning 16. Oh. Oké, okay, dus hij was 15, 16-ish en hij ging met een 13-jarige. Dus hij zou tegen deze tijd 18, 19 moeten zijn. Laten we 19 voor het gemak zeggen. I felt scared. I was really scared. Tuurlijk man. Maar als 16-jarige dan heb je volgens mij wel sex education gehad in de Verenigde Staten. Dus dan zou je wel moeten weten van... ...hé, hey, er moet zo'n rubbertje omheen weer, want anders... Eh... Ja, schiet je raak. During my pregnancy and after she was born, like, did you move to Canada? <laughs> no, <laughs> What happened? No. Were you still in Texas? No, I was still in Texas. Howdy. ik uh, ik ik zou graag op een gegeven moment ook wel een soort visie van de de weet ik veel de moeder of de vader van uh, Emily willen hebben, of van Maddie, sorry. Today is a special vlog because Everly will be meeting her dad for the first time in her life. Everly. You're gonna meet your dad. How do you feel about that? I feel like it would just be a lot better if I would have like came out like, hey, like this is my daughter, this beautiful angel. Like, yeah, like it would have been different, but I was gone for that 10 months and I can't do anything about it now. Stiekem? Stiekem denk ik gewoon dat hij nog steeds in zijn hoofd heeft zitten van... Hé hey man, ik wil gewoon dippen. Ik wil dit helemaal niet. Ik wil gewoon Call of Duty spelen en fucking Cheetos eten en... Ah, fuck dat kind. Stiekem denk ik dat over hem. Dat hij dat denkt. So many people assume I'm a bad mom just because I'm a teenager. But I have the same capacity to parent as anybody on... Hold up! So many people assume I'm a bad mom just because I'm a teenager. But I have the same capacity... Ga even godverdomme, gauw met je schoenen af. Dat het niet met de schoenen op, Rampoline. Regel nummer één. Ten tweede, breek je nek niet. Maar schoenen uit. A good mom is somebody who drops everything for their child. I dropped my whole childhood. Uh, je childhood is nog steeds bezig, uh, Maddy. Je bent 16, dus je, je, in zekere zin, je dropt je hele childhood, maar er bestaat een kans. De kans is heel aanwezig je op een gegeven moment ergens in je twintig jaren zit... ...of richting de dertig en dan zit je opeens van... ...kut man, ik, ik heb geen childhood gehad en ik vind het kut. En dat mag je best vinden. Je mag op een gegeven moment mag je best zeggen van... ...hé hey, man, fuck, wat kut. In het Engels zeggen ze... ...comparison is the thief of joy. Dus vergelijken haalt eigenlijk alle leukigheid er af. Maar aan de andere kant... ...je wilt alles een beetje in je leven ervaren. En ja, je hebt het, je hebt het in zekere zin weggegooid... Je hebt er iets moois voor op de aardbol neergezet, maar... Ja. En dan mag je best kut vinden. She wants to be the first astronaut on Jupiter. She's gonna do it. Nou uh, ja, weet je. Dan wil ze tenminste geen vlogger worden. Dat is wel positief. <laughs> maar goed. Ga jij maar lekker naar Jupiter, meisje. Ja, dit, uh, dit uh, is inderdaad bijzonder. Mijn hemel. Uh, er was helaas uh, geen... Uh... Spraken van de ouders of wat dan ook. Maar we gaan eens even gewoon verder kijken op de andere social media van uh, Maddie. En wat zij allemaal uh, de wereld op gekwakt heeft. Ah, een advertentie op mijn bek. Wat goed. Ze doet nu al aan. Uh, well, hoeveel volgers heeft ze? Bijna 300k. Oh nee, ze heeft voor dat meisje ook een Instagram-account gemaakt. Oh nee. Ja, ben ik het niet per se mee eens. Maar weet je, doe wat je wil. Het is jouw kind. Je bent 16. Oh, Dit is die ene video die ze aan het opnemen waren. Uh, always, like, we, to make sure that... Aha, de audio zit in mijn linkeroorschelp. And you're like... Ah, en dat zit in mijn rechteroorschelp. Because I'm like, okay, I'm gonna have to my mom to <laughs> Maar ze gebruiken niet die clip-on microfoontjes, toch? Ze gebruiken volgens mij gewoon de, 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 de microfoon bovenop de camera. Alleen. Ik mag hopen dat het twee audiosporen zijn voor haar. Dat het zeg maar stereo is. Maar dan moet je het gewoon even. Je moet gewoon die audiolijn moet je mono maken. Zodat het in ieder geval voor me beide oorschelpen fijn is. En dat jij niet in mijn rechteroorschelp zit te kafferen. En hij in mijn linker. Binnenboog. Ze post. Oh, ze heeft anderhalf miljoen fucking subscribers, joh. Drie video's per week. Dat ze dat er ook nog bij weten doen, joh. Ugh. Nou, op zich, volgens mij haalt ze flinke moelaars eruit. Ja, joh. Hier. 9 miljoen weergave. Twee jaar geleden. Bringing my baby to high school. Dat wil ik wel eens zien. Hey, for Everly's it's Maddie. and. Uh. Introductie boeit me eigenlijk helemaal geen een en een reet. Waar. Uh, dit is gewoon een voetbalmatch of zo. Ah, mijn linkeroorschelp wordt weer bevredigd. Heel fijn. Ik zie ook gewoon helemaal niet wat er gebeurt. Er is geen, geen normaal shot. Hier is complete chaos op de bunis. Popcointje hier, close-up daar, verticale video hier, shot daar, bovenaf hier. Nou wil ik, ja, nu ga ik helemaal pietluttig zitten doen over hoe zeg maar de video in elkaar zit. Kijk, dit is één shot van het voetbalveld. Ik dacht, we krijgen meer hiervan te zien. Eh, ja, laat ik maar. Dan ga ik, dan ga ik zitten kafferen over hoe die video eigenlijk in elkaar zit. Ja, nee, moet ook gewoon gebeuren. Hè? Wat nou? Je hebt anderhalf miljoen eh, volgers, joh. Het ding aan vloggen is, je moet laten zien wat je doet. Dat is het ding. Je laat zien wat je doet. Je vertelt niet over wat je doet. Maar zoals het hier aan uitziet. Vertelt zij wat ze aan het doen is, in plaats van dat ze laat zien wat ze aan het doen is. Wat Buying a House at 16. Ha de thieves. Hey Braverly, this is Maddie, and Everly is downstairs eating waffles. Nou, drie minuten lang, babbelt in een camera, autoshots. Is dit het huis? Hé, hey man. Dit? Op je zestiende? Don't think it's the house for me. I just, I'm just not too happy about the area. Look at the house! Oh, nee, wacht. Nee, hou op. Je hebt jezelf zojuist gedokst. Ja, ja, jezelf lekker gedokst. Ja, ja, maar dat land is toch hoeren groot, dus uh, ja... Hé hey man, heeft zij dit gekocht? It's like 4 o'clock and I leave for church at 6. <laughs> Wacht, ze so leave for church at 6. Halleluja, zij heeft een van de grootste zondes begaan. <laughs> Goed! 16 jaar oud, kast van een huis gekocht. En moeder op je dertiende. Hoe? Luikjes, volgens mij is het uh, voor jullie uh, tijd om uh, jullie uh, levensweg uh, te overwegen. Misschien is ingenieur toch niet helemaal het ding voor je. Misschien is verpleegkundige ook helemaal niet voor je. Get your shit knocked up. En uh, film het. <laughs> Dat is een geintje. Dat is een geintje, jongens. Het zijn allemaal geintjes. Nee, ik, ik wens er uh, al het uh, geluk toe. En uh, veel succes ermee. Maar helemaal. Het is een uh, zeer bijzonder verhaal om te horen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Blonde dan met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's zien, druk op de knop naast mij. Wie merchandise? Ga dan even naar www.gamen.nl. Dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!